volstaan van machtige staten. In deze video behandelen paragraaf 4.4 van de methode MEMO op VWO-niveau. Deze paragraaf gaat over de late middeleeuwen. Bij het ontstaan van machtige staten hoort het begin van staatsvorming en centralisatie als kenmerkend aspect. De koningen begonnen in de late middeleeuwen met centralisatie. Dat houdt in dat er wordt geregeerd vanuit één plaats die overal dezelfde regels en wetten hanteerde. Dit veroorzaakte conflicten tussen de edelen en de koningen, omdat de leenmannen zoveel mogelijk zeggenschap wilden behouden over hun eigen leengebied. De leenheren wilden zichzelf verzekeren dat de edelen trouw bleven en hielden daarvoor toespraak op verschillende plekken. Dankzij hun leen waren de leenmannen financieel onafhankelijk, waardoor het besturen en behouden van een groot en stabiel rijk niet makkelijk was. In de late middeleeuwen kwam de handel weer op gang en kwam er weer geld. Daardoor ontstonden verschillende mogelijkheden die de leenheren sterker lieten staan. Allereerst begonnen ze met het heffen van belastingen in de vorm van geld. Met dat belastinggeld konden ze legers huren die ten alle tijde beschikbaar waren. Ook namen ze ambtenaren in dienst, die trouw waren zolang ze loon kregen. Dit samen zorgde ervoor dat de leenheren hun gebied beter konden controleren. Ze konden regels en wetten invoeren die voor hun hele grondgebied golden, en konden dus zo effectief optreden als hoogste rechterlijke macht. Soms lukte het zelfs om het grondgebied te vergroten door middel van oorlogvoering. Deze ontwikkelingen maakten een voorzichtig begin met het creëren van bestuurlijke eenheid in bepaalde gebieden, ook wel staatsvorming. Het staatsvormingproces verliep niet zonder slag of stoot, aangezien stedelingen en edelen het vanzelfsprekend vonden dat zij zichzelf konden besturen en een eigen rechtspraak konden regelen. Het feodale stelsel had het rijk in kleine gebieden versnipperd en de macht van de koning erg verzwakt. Het staatsvormingproces was dan ook een moeilijk en langdurig proces. Zo verliep het staatsvormingsproces voor zowel Duitsland als Nederland niet makkelijk. Het keizerschap was alleen op papier iets waard. Er was geen sprake van centrale instellingen en belastingen, en de afloop van de investituurstrijd leverde de keizer alleen op dat hij geen hoge geestelijke meer kon benoemen. Daarmee viel de macht in de handen van de adel. Frankrijk had daarentegen meer succes met de centralisatie. In het jaar 987 werd Hugo Capet, de graaf van Parijs, verkozen tot nieuwe koning. De macht van hem en zijn opvolgers was klein. Ze regeerden in principe alleen over hun eigen domein, en de overige leenmannen zagen zichzelf als zelfstandige vorsten. Maar de macht groeide. De groeiende macht kwam voornamelijk door een aantal gunstige omstandigheden. Het koninklijk domein lag centraal. Parijs groeide uit tot een grote en rijke handelsstad. Door de groeiende handel kon de koning veel belasting heffen, waardoor hij over veel geld beschikte. De koningen stimuleerden handel en beschermden de handelaren. De handelaren beschermden de koning weer op hun beurt. De Franse koningen hadden elk maar één zoon, wat gunstig was, anders moest het land opgedeeld worden. Doordat de koningen over veel geld beschikten, konden ze een goed leger bekostigen en hadden zoveel succes bij hun oorlogen. Doorslaggevend voor de macht van de Franse koning was de Honderdjarige Oorlog. Daarbij werden de Engelse koning en de hoge edelen verslagen. De groeiende Franse macht van de Franse koning kreeg gestalte in een nieuwe architectuurstijl dat bekend staat als de gotiek. De gotiek zal al snel navolging vinden door heel Europa. In Engeland was Willem de Veroveraar redelijk succesvol. Hij verdeelde de leengebieden op een praktische manier onder de Engelse en Franse leenmannen en verspreidde de leengebieden zo ver mogelijk, zodat zij geen groot aangesloten gebied in handen zouden krijgen. De machten van de leenmannen werd beperkt, maar toch ondertekende Jan zonder land uiteindelijk de Magna Carta. In heel Europa ontstonden parlementen. Dit waren overlegorganen waar de koning en de drie standen, oftewel adel, geestelijkheid en burgers, samenkwamen. De koning deed beloftes in ruil voor geld en steun. De Franse macht was groot genoeg om sommige belastingen zelfstandig te kunnen innen. Maar in Engeland was de steun van het parlement wel een factor. In sommige landen bestonden meerdere organen en werd de hoogste standenvereniging aangeduid als de Staten-Generaal.